bij het Eerste Week Journaal van 2018. Ik ben Ronnie van Rijswijk. Deze week in het journaal onder andere Open Dag Living Lab en plannen Living Lab XL. Health Deal vertelt over de 18+ problematiek en een nieuwe game recensie. Het is e-Health Week in Nederland. Ook Plurijn doet hier aan mee. Op 23 januari hield het Living Lab van Jan-Pieter Heijen open dag. Hier werden ook de plannen voor een Living Lab XL gepresenteerd. We staan hier bij een regenachtig Jan-Pieter Heijen voor het Living Lab XL. Nu maar eens kijken hoe XL's het aangepakt hebben hier. Vandaag is het een open dag bij Jan-Pieter Heijen, een van de locaties binnen Plurijn. Waarin we vooral laten zien wat Jan-Pieter Heijen allemaal doet op innovatiegebied. Waaronder het Living Lab. Dit event is georganiseerd in het kader van de landelijke e-health week die deze week plaatsvindt. En hebben we 2 maanden geleden bedacht, hey, zou mooi zijn als wij op een dag of een dagdeel ons als Plurijn, Jan-Pieter Heijen, kunnen verkopen, dus aanhalingstekens in ieder geval kunnen laten zien wat we hier onder andere doen. Wat kom jij hier doen vandaag? Ja, gewoon allemaal dingetjes zoals VR uittesten en dingen uit de toekomst en zo. En wat vind je het meest bijzondere wat je vandaag gezien hebt? VR. Ik vind het heel vet, dan zit dat in 3D en zit in de game zelf en zo. Dat vind ik wel grappig om te doen. Nou, voor cliënten is het heel interessant, of cliënten, eigenlijk spreken wij van jongeren op de Jan-Pieter Heijen. Is het interessant omdat ze dan een vorm ook van een vrije tijdsbesteding gaan krijgen, gekoppeld aan e-health. Waar ze bijvoorbeeld apps en games kunnen ontdekken. En vanuit die mogelijkheid, dus het denktank noemen wij dat, gaan we kijken waar het eventueel toepasbaar is binnen behandeling of begeleiding van de jongeren en hun netwerk. Zodat we dat kunnen inzetten, waar ze zelf een stukje zelfregie gaan krijgen en wat eventueel toepasbaar is voor ze. Omdat we dan een grotere ruimte hebben, kunnen we ook meerdere activiteiten daar organiseren. Denk daar bijvoorbeeld aan een chillruimte waar je lekker kunt relaxen. Of een trainingsruimte waar je kunt leren omgaan met al die technologieën. Of misschien een ruimte waar je een vorm van therapie kunt krijgen met virtual reality. Dus veel meer activiteiten kunnen we dan ondernemen en daar is heel veel behoefte aan. De Health Deal is een samenwerkingsverband tussen Plurijn en een aantal partners. De Health Deal wil innovatieve oplossingen vinden voor jongeren van 18 jaar en ouder die niet meer onder jeugdzorg vallen en zich nu zelf maar moeten redden. Hoi allemaal, welkom deze winderige dag bij het hoofdkantoor van Plurijn. Vandaag zijn we aanwezig op de bijeenkomst over Health Deal. De Health Deal is tot stand gekomen dankzij contacten die gelegd zijn met het ministerie van zowel VWS als Economische Zaken. Om te kijken hoe kunnen wij nu echt een stevige stap maken als het gaat om innovatie, vernieuwing. Om cliënten zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te laten participeren. Als ik kort moet samenvatten wat een e-health deal inhoudt, dan ja, voor mij komen een paar elementen dan naar boven drijven. Eén is dat je met elkaar een heel belangrijk maatschappelijk onderwerp te pakken hebt dat je wilt gaan oplossen. Tweede element is dat je daar echt met alle betrokken actoren, partijen, dat je probeert samen te werken aan het onderwerp. En dus dat je echt alle invalshoeken aan tafel hebt om echt te versnellen en meters te maken. Derde belangrijk element vind ik dat je eigenlijk een hele creatieve, bijna ondernemende manier probeert om zorginnovaties, nieuwe e-health toepassingen of al bestaande e-health toepassingen, om die echt in te zetten om dat probleem op te lossen. Ik denk dat er, ik kijk ook even naar Plurijn, maar er zijn al hele mooie toepassingen eigenlijk die toepasbaar zijn en die de jongeren ondersteunen bij die stap naar volwassenheid. Mijn gevoel rondom de Health Deal, ja, dat is toch wel een unieke samenwerking voor grensoverschrijdende toepassingen in e-health en zorg op de thema's die in Nijmegen actueel zijn. Ik ga ze enthousiasmeren door een goede terugkoppeling te geven en wat goede voorbeelden te noemen van de impact die het zou moeten kunnen hebben. En ik ga zeggen dat wij gewoon als partijen ook proeflabs zijn voor inderdaad wat hier voor mooie dingen gebeuren. Hier is Meerte met de nieuwsflits. Op
Op 25 januari was het symposium aanzet bij meneer Vos. Op het symposium werden de resultaten van 3 onderzoeken gepresenteerd. De onderzoeken zijn samen met jongeren met een lichtverstandelijke beperking of een leerprobleem gedaan. Er is onderzocht hoe het gaat met deze jongeren in de wijk. Met jongeren die 18 worden en hoe jongeren begeleid kunnen worden bij bijvoorbeeld het omgaan met geld. 29 januari van 10 tot 12 uur is er een bijeenkomst bij het NAH Trefpunt in Tiel. NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Hierin komen verschillende thema's aan bod, met dit keer een steekje los. 2 februari gaat meesterkok Jordi van Koken met Jordi weer terug naar school. Hij gaat op bezoek bij de Vaartvierweek in Oosterweek. Henk Schiefmacher is een van de bekendste tatoeëerders ter wereld. Op 15 februari neemt hij je mee op een reis door zijn leven in het Cardo Theater. Tickets zijn verkrijgbaar via cardotheater.nl. Deze week een game recensie over Rainbow Six Siege door Hielke. Mijn naam is Hugo Wilman en mijn review gaat over Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege is een tactical FPS shooter game waarbij je met een team van 5 personen tegen een ander team de strijd aan gaat. Je hebt verschillende gametypes, zoals gijzeling. Dat is een gameplay waarbij je of de gijzelaar moet beschermen of bevrijden. Team Deathmatch, dat spreekt voor zich. En gameplay de bom. Dat is een gameplay waarbij je een detonator meekrijgt en daarmee de bom van het andere team onschadelijk moet maken. Of de bom moet beschermen als je in het andere team zit. De situations raad ik je als eerste aan om die als eerste te doen. Dan heb je bij de multiplayer alvast een beetje de feeling van het spel onder controle. Het spel vind ik zelf heel erg leuk en ik hoop dat jullie het ook een erg leuk game vinden. Dit was de game review van Rainbow Six Siege en nog heel veel gameplezier. Dit was het journaal van week 4. Tot volgende week. Heb je leuke ideeën, tips of op- en aanmerkingen op het journaal? Stuur dan een mailtje naar weekjournaal@purijn.nl.